Dit wordt een hele mooie. Dit is het werk Een Geile Kleuter. En kan ik hem nou nog snel terughalen? Heb ik die weer slecht begonnen, zeg. Maar het gaat zo dus in het begin. Een Geile Kleuter. Een uitermate controversieel werk. En dit is traumaverwerking. Ab Ortus, het laten ontvruchten, dat levert een trauma op. Voor iedereen. Ook voor haar. Natuurlijk. Ook voor mij. Nou, en ik ben dan een man en ik word dan woedend of zo. En ik pak mijn pen als zijnde het echte zwaard. Dan ga ik gewoon schrijven. Dit hebben we allemaal gehad. Dit zijn de eerste uitzendingen. Dus nummer, ik ga even de inhoudsopgave nog even voorlezen. Een Geile Kleuter, dat is gewoon een herhaling van de titel. Dat betekent intro. De geboorte van mijn dochter. De jeugd van mijn dochter. Voorafgaand aan de geboorte van mijn zoon. Dat kan niet, want mijn zoon is geaborteerd. Die is geontvrucht. De geboorte van mijn zoon live. De scheiding. Primair onderwijs. Primair onderwijs vervolg. En dan krijgen we nu waar het echt geinig gaat worden. Hoofdstuk 9. Seks en mijn dochter. Nou, laten we kijken waar die staat. Hoofdstuk 9 staat op pagina 7. Nou, zeg. Ja. Onkelauplieg. Wijplieg. Ik weet niet of jullie de paginanummers kunnen zien, maar dit is hoofdstuk 9. Ik lees gewoon even voor. Hoofdstuk 9. Seks en mijn dochter. Mijn biologische vader was een getalenteerde kok. Na een paar maanden gekookt en gesopen te hebben op Texel, te veel ruzie daarvoor met mijn biologische moeder voor de tweede keer, kwam hij onverwacht terug. Een chaotische tijd vond ik het. En hij stelde mij voor om mij seksuele voorlichting te geven. Ik denk dat het mijn biologische moeder was die hem daartoe heeft aangezet. Hij maakte een 2D-tekening van de onderbuik van een vrouw. Mijn biologische vader kon goed tekenen. Sexy vond ik het niet. Vooral niet zijn schets daarna van de penis. Toen hij te veel ging stamelen, heb ik de seksuele voorlichting afgebroken op een vriendelijke manier, hoop ik. Dit is gewoon echt waar. Ik lees er niet voor, ik geef even commentaar. Dit is gewoon zo was dat. Er komt nog meer waarheid. De biologische moeder van mijn dochter wilde per se een huis in Arnhem, het centrum van Arnhem. En de enige betaalbare woning die ze mooi vond, had een schaduwtuin. Veel slakken en te weinig leefruimte voor egels om ze op te eten. Rond een uurtje of drie hadden we wel wat zon. Ik zat met mijn dochter op het trapje dat van de keuken naar de tuin leidt. Twee naaktslakken benaderden elkaar op de stenen van het tuinpad en richtten zich samen op als één naaktslak. Wat denk je dat ze daar doen? Vroeg ik mijn dochter. Ik denk dat ze even kennis maken, zei ze. Een praatje maken. Nee, zei ik. Ze maken nieuwe, kleine naaktslakken. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat noemen we seks. Aha, zei ze.
Daarna wilde ze zien hoe een baarmoederloos mens plast. Vanzelfsprekend was ik een voor de hand liggend studieobject. Eén keer mag je kijken, zei ik. Ik plas namelijk het liefste in mijn eentje, ook in de kroeg. Haar getuur na dat tussen mijn benen, de concentratie die ze aan de dag legde. Ik was blij dat ik uitgeplast was en benadrukte dat dit de keer was. De eerste, enige en laatste keer. Een keer daarna dat ik moest plassen, kwam ze achterloos de badkamer in en staarde en passant in mijn kruis. Verschrikt en een beetje boos deed ik mijn knieën tegen elkaar. Haar biologische moeder was een afspraak aangegaan met een man waar ze seks mee had gehad. Teleurstellende seks, naar haar eigen woorden. Al het digitale fotomateriaal dat volgens mij onomstotelijk vaststelt dat hij pedoseksueel is, heb ik verwijderd van mijn network addressed storage system. NAS, tussen haakjes, de afkorting. In het ouderlijk huis van mijn dochter staan nog wel analoge fotoboekjes. 10 bij 15 centimeter foto's. Graag zou ik ook. Even wachten hoor. Kijk, ik word het steeds beter. Graag zou ik ook die willen opschonen. Ik heb er geen moeite mee dat ik in mijn eentje wil plassen. Mijn dochter zoekt het maar uit. Hartvochtig vond haar biologische moeder dat. Die pedoseksueel ook, zei ze. Van mij werd verlangd dat ik een deel van mijn vaderrol zou afstaan. De pedoseksueel zou wel samen met mijn dochter gaan plassen. Hij moest van haar biologische moeder namelijk vaak op mijn dochter passen. Zij had een bijna voltijdbaan gekregen. Ik had die al. En als hij dan moest plassen, was mijn dochter zo alleen. Plassen als gezellig moment. Ik heb haar biologische moeder toen niet op haar bek geslagen. Het was een uurtje of 10 s'avonds en mijn dochter lag rustig te slapen. Dat samen plassen met die pedoseksueel, minimaal 5 jaar ouder dan ik, en ik ben al een oude vader, heeft niet plaatsgevonden. Misschien dat haar biologische moeder voelde dat ze te ver ging. Het feministische idee dat baarmoederloze mensen ook kinderen van school moeten halen, bracht de biologische moeder van mijn dochter naar voren als een probleem, een argument. Voor mij is dat geen probleem. Wel moeilijk af en toe. Jarenlang haalde ik mijn dochter soms wat te laat, maar zij kan ook treuzelen hoor, van school. Het was bijna voorjaar. Haar broer zou verwekt gaan worden, die lente equinox. Ze was net 8 geworden en we liepen over het schoolplein op weg naar het ouderlijk huis. Wat is een condoom? Vroeg ze. De lucht rook heerlijk en ik dacht na over een antwoord. Wilde als eerste iets vragen, terughoudend. Wat bleek is dat schoolgenoten een condoom hadden gevonden onder een van de struiken rond het schoolplein. Opgelucht heb ik haar toen uitgelegd van rubber, plastic, varkensblaas, spul dat schimmels en sperma tegenhoudt. O, is dat het, zei ze. TV kijken mag in mijn tegenwoordige huis niet. En om te voorkomen dat mijn dochter per ongeluk TV kijkt, heb ik TV nog licentie. Ik heb een beamer en internet.
De derde Terminator, ook met Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, vertalingen, heeft vrijwel geen seksscènes. Alleen maar knallen. En we kijken naar dat soort spul onder het eten. Mijn dochter houdt van oom Arnie. Voordat we de tweede Terminator gingen kijken, ze wilde dat graag, want om de eerste hadden we zo gelachen, waarschuwde ik haar dat er een seksscène in zat. Ze keek bedrukt. Ik stelde haar gerust dat het maar een kort stukje was en ik ben heel goed in het bedienen van een muis. Verrassend snel had ze in de gaten dat het karakter J.C. seks zou gaan hebben met de hoofdrolspeelster. Ze hadden nog niet eens gezoend. Ze riep wat, ik dook op de laptop om het stuk door te spoelen. Daarna was het gewoon weer kill, kill, explosie, boom. Gezellig en lachen ook. Regel, dubbele punt. Samen kijken is dat je naar hetzelfde kijkt. Dit is een uitspraak. Ik zal hem zo dadelijk bespreken. Ik lees gewoon even voor. Nu ze wat ouder is, is ze wat rustiger op seksgebied. En kan ze daar ook de lol van inzien. Mijn zoon eet als eerste en gaat daarna als eerste naar bed. Dan rommel ik wat in de keuken en mijn dochter ruimt de laatste dingen op en start de beamer. Oude tv-afleveringen mag mijn dochter onder ons eten wel kijken. Kwaliteitsspul. Er zit wel seks in, zei mijn dochter toen ze voorstelde om die geinige serie te kijken van die papiergroothandel in het zuiden van Engeland. Slauw. We piesten bijna in ons broek van het lachen bij de scène waarin die blonde man met die vermoeide ogen, toenmalig de een na meest favoriete acteur van mijn dochter, eerlijk opbiechtte tijdens een bedrijfstraining dat hij droomde van lesbiennes die seksen. Haar toenmalig meest favoriete acteur, bruin haar, zei daarop dat zijn droom was om meer te horen van de droom met die lesbiennes. De uitdrukking op het gezicht van de bedrijfstrainer. Boek. Delen. Goeie regie. Jeetje kreetje. Lachen was dat. Blij dat haar biologische moeder daar niet bij was. Oh, wat was dat leuk. Ja, ik ben klaar met voorlezen. Ik krijg een nou hoofdstuk 10, dat is de volgende keer natuurlijk. Dat snap je ook wel. Even terugpakken. Naar deze. Sorry. Waar zit ik hier? Sorry. Deze regel. Dit is een uitspraak van Saint-Exupéry. Ik ga even kijken of ik hem erbij kan vinden. Jullie hebben nog even tijd, toch? Anders wordt het niet serieus. Het heeft geen enkele zin om satire te gaan lopen dreunen. Ja. En dan... Ik denk wel. Ja, hier staat hij. Dit is hem. Even kijken. Ja, deze. Goed ben ik, hè? Ik ga gewoon één keer vinden. Deze is uitgegoten. Deze spreuk
Die heeft in de woonkamer gehangen waar mijn dochter, van het ouderlijk huis van mijn dochter. En die spreuk hebben wij gekregen van haar ouders. En wat hier staat is, liefhebben is niet dat je naar elkaar loopt te kijken. Het is dezelfde kant op kijken. Je hebt samen hetzelfde idee. Nou, dat was dus in het geval van die abortus niet het geval. Dat is jammer. Terwijl, we keken gewoon niet dezelfde kant op. Ik dacht van, laat er gewoon zo'n hummeltje bij komen. Krijg je in ieder geval kinderbijslag. En dan heb je in ieder geval wat centjes erbij. En voor de rest lekker zuinig leven. Een beetje eco. Dan redden we het wel, joh. Maar zij zag alleen maar problemen. Dan is er dus geen liefde tussen haar en mij. Dan zitten we echt totaal op het verkeerde pad. Qua elkaar. En ik denk niet dat ik het ooit eens kan zijn met het feit dat zij die abortus heeft laten plegen. Ik denk niet dat ik dat kan accepteren. Het enige wat ik zou kunnen accepteren is dat zij zegt, sorry, ik had het niet zo bedoeld. Als ik het van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Zoiets. Als zij dat zegt, ja, wie ben ik om ja, natuurlijk, dan is alles voorbij. In de zin van vervelende dingen, ja, dan is alles voorbij. Een foutje kan je maken. En dat kind van mij, dat geboren wilde worden, dat wordt toch wel geboren. Dat is iets wat ik geloof. Dat idee wordt nog eens geboren. Aimer, ce n'est pas, c'est regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Dans la même direction. Ik zeg hem gewoon nog een keer. Aimer, ce n'est pas, c'est regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. En dat lukt niet altijd. En dan huilen we daarom. En we moeten stilstaan bij onze tranen. Ik sta stil bij mijn eigen tranen, zodat jullie stil kunnen staan bij jullie tranen. Want je gaat mij niet vertellen dat ik de enige ben die geleden heb onder een abortus of vergelijkbare situaties. Alles wat je maar moet vreten tegenwoordig. De moderne mensen. Dank jullie wel dat jullie naar mij geluisterd hebben. En bij hoofdstuk 10 ga ik verder. En hou het goed in de gaten dat als hoofdstuk 13 klaar is, dan is alles goed afgelopen. Ik ga naar Jurk Liesman nog eens vragen. Hij weet dat vast wel. Om te vertellen van, although I walk through the valley of death. Ik zal trouwens, waar heb ik Jurk Liesman voor nodig? Ik kan het zelf wel opzoeken. Maar jullie kunnen misschien wel een uurtje besteden om naar meneer Liesman te luisteren. Dit is alleen maar persoonlijk gezeur van mij. En hier ben ik zo dadelijk mee klaar. Dan heb je 13 pagina's, 13 hoofdstukken. Hoor je mij niet meer hierover. Zand erover. En Jurk Liesman mag je echt gaan beluisteren. Tom Frass ook. Dan moet je Engels, Duits. Nou, Jurk Liesman heeft ook met mij in het Vlaams, of in het Nederlands gesproken. Je kan hem gewoon verstaan. Luister naar die mensen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Een Armageddon liever voor mijn verschijnen. Voordat ik bye-bye zeg. Het liefste wil ik dat iedereen zich klaarmaakt voor de strijd. En wees geïnformeerd. Dag lievers en een goede nacht.